Hey mensen, leuk dat u kijkt naar deze video. Mijn naam is Stijn. Ik heb een Lego brandweerkazerne gemaakt. Ik zal hem eventjes laten zien. Ik zal hem er even bij pakken. Of ik zal hem even zo laten zien. Ik zal hem even pakken. Sorry dat mijn hand ervoor zat. Hier heb je een brandweerkazerne en hier zit hier zijn auto in. Ik zal hem eens even pakken. Dit is een auto. Ja, hier zit zijn poppetje erbij hoort. En dit is dus die auto. Even terug. En dan heb je hier echt een ding van de kazerne. Hier zit zo'n slaapplek. Daaronder zit nog zo'n ding en daar zit vier. Er zit ook hier zo'n touw waar je zo naar beneden kan. Hier zit zo'n ding. En hier zit ook nog zo'n kazerne. Die zal ik wel even bijpakken. En hoe moet je echt kijken? Die kan je zo omhoog en dan kan je hem zo eruit rijden. Hier zit dan een poppetje in. Ze gooien dus echt los op die brandweerkazerne, want ik moet ook nog eens filmen. Zo ziet die ding eruit. Die kan ook echt helemaal zo omhoog. Ik zal even laten zien hoe hoog die kan. Die kan echt helemaal naar. Die kan echt heel hoog. Nou, dit is de voorkant. Dit is deze poppetje. En als ik een beetje omhoog, dan zitten daar ook sirenes nog. Die horen er natuurlijk ook bij. Het gaat echt helemaal fout, jongens. En meiden natuurlijk. Nou, ik hoop dat jullie deze kazerne leuk vinden. Oh ja, en ik ga nog niet stoppen. Want ik heb ook nog een keer een politiebureau gemaakt. Sorry, het licht is hier niet echt heel goed. Ik heb ook nog een keer een politiebureau gemaakt. Als jullie die willen zien in een andere video, dan doe zeker een duim, blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en die van Matthijs. En dan zeg ik later!